Deze samenvatting wordt mogelijk gemaakt door AGO Financieel en Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzaak van Nederland, VDB Recreatie Avontuurlijk Ontspannen, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100. Captain stuurt die bal richting Benjamin Romillon. Speelde vorige week een goede wedstrijd, maar kijk of hij deze eerste helft ook goede prestatie neer kan zetten. Het is balverlies. Net op tijd besloten. Kijk eens, ja, dat is een goede bal. Kijk eens, nou is hij los. Benjamin gaat hij stippen. Stiften. Oh! Mooi schot, Dito Redding. Terwijl het begint te regenen, of dat doet het al, maar... Achter de man gespeeld. Te ver voor zich uit. Koen Vloedgraven daar. Komt daar een kans aan voor DVS, als ze dit goed uitspelen. Kijk eens, Koen, wat een... Buitenspel. Buitenspel gaat niet door. Dat is jammer. Ruimte hier goed ingestapt door de nummer 7. Dat is Derian Reinders. Nou, potverdorie, wat een goal, hé. Hij ziet dat Daan Huiskamp voor zijn goal staat. En die maakt gewoon een fantastische goal. Die valt uit de lucht letterlijk en figuurlijk. Penterman, het is Penterman die wint hem. Reinders. Sterk in het duel. Davina. Oh, die bal schiet door. Ja hoor, 2-0. En weer ziet het er niet goed uit bij... Nee, bij DVS. 2-0 in de 49ste minuut. Jeremy Jonker. Bal weer in die hoek waar net ook die goal, de assist kwam. En nu is het een corner voor Excelsior. Ik zie dat Lars Dekker is een... zich klaarmaakt en zijn shirt al aan heeft, dus die gaat er zo meteen inkomen. Op zich even een... We gaan eerst even kijken naar deze corner. Die wordt kort genomen. Korte corner. Slingert die bal voor. Kan worden uitverdedigd. Davina. Zo! Weer die voor de tweede! Zo! Dan was hij bijna voor zijn tweede, die Reinders. De paal houdt DVS nog enigszins in de wedstrijd. Ja. Dus... Misschien nu dan. Voorzet. Dan gaat Excelsior het bijna doen voor ons. Bijna meegeholpen door de verdediger. Ja, misschien dan Christian van Lussen erin. Toch een beetje last van zijn enkel, maar is wel een vuurvreter. Yes. Hebben ze nodig nu? Kijk, dat is allemaal... Lukt dat voor Excelsior wel net? Ja. Zo'n balletje ook dit. Smit. Smit mag heel ver komen. Ja, die kan zomaar voor de voeten vallen van een van de aanvallers. Zo'n kans heeft DVS in de eerste helft nog, de tweede helft nog niet gehad hoor. Valt hij misschien nog net ertussen. Lars Dekker maakt zich klaar. Jongen. Moet je maken zo'n ding. Fantastische actie. Ja, hij schrok er zelf van. Ja. Ja, Lars, die moet erin. Bal niet bij Joshua Patrick. Nee, DVS heeft geen antwoord op het, de organisatie van Excelsior. Probeer het wel, maar... Nu, goed, ja. Koen Vloedgraven naar Mark Bouwman. Jeremy Jonker.
Dat is een moeilijke aanname, maar met een beetje geluk een 1-2'tje. Nee, maar om niet vooruit dan op die lopende man. Ga lekker terug, want je staat 2-0 achter. Joshua Patrick. Ruimte nu, goede voorzet. Kom op, goede voorzet. Slingeren. Hupsjee, hup. Geen buitenspel, geen vlagsignaal van de grens. Maar ook geen doelpoging. Zit dan ook niet mee dat hij hem even lekker op zijn kruintje krijgt? Dat hij precies even goed valt. Ja, nou ja, die kans hebben we al gehad met Lars net. Oh, door de benen. Dit is wel lekker. Wat doe je verder? Andere kant zoeken, inderdaad. Heel goed. Nou, voorop Uiterlo. Dan gaat hij. Sterk. God, staat hij er zelf voor. He. Goed verdedigd van Joshua Patrick. Ja, en ook in tweede instantie krijgt hij zelf de mogelijkheid om hem nog binnen te schieten. Maar was het Melvin Koetsier, heldhaftig. Oktay Osterk op wilskracht. Oh, Oktay Osterk. Gele kaart. Gele kaart. Het scheelde dat ze voor Rijn dus, het scheelde dat ze allebei vol duel aan gingen. Ja. Als hij zijn pootje met je slap in, dan trap je hem dwars door midden. Dan trap je hem door midden. In ieder geval heel veel mensen in de warrie. Veldkamp, randje 16 in de handen. Nee, Daan losgelaten. Huiskamp. Daan Huiskamp. Oh. Afgelopen. Oh. Ja, hier een heel goed optreden van Excelsior. Die hier ook nog de 0-3 maakt. En het prima voor elkaar heeft. Beter dan DVS deze middag. Ja, dit is een wedstrijd waar DVS elkaar eens even stevig in de... Hoe zeg je dat? Stevig mag aanspreken. Daan Huiskamp. Niet zijn eerste fout. Slordig. Het had niet het verschil gemaakt in de uitslag. Maar DVS levert een, ik vind een wanprestatie hier in Ermelo. Geen vuur. En geen besef dat er de competitie dat er nog best wat te halen is. Scheidsrechter zal nog één keer fluiten, denk ik. Voor een aftrap. En dan felicitaties voor Excelsior. Zeker. Niet... We hebben het al een paar keer gezegd en we gaan het niet herhalen. Dus we wensen u een fijn stormachtig weekend toe. Vanaf deze commentaarpositie. Ja, Maarten, een beetje te leeg geslagen. Maar ja, weet je, het kan gebeuren. Volgende keer beter. De analyse na deze wedstrijd. Peter Wesseling, coach van Excelsior 31. En Jaap de Vries, assistentcoach van Simon Ouali van DVS 33. Peter, allereerst van harte gefeliciteerd met deze overwinning. Ja, dankjewel. Lekker. Oké, lekkere overwinning. De overwinning van goed positiespel, mag ik wel zeggen. Nou, net heeft Joost ook gesproken. We werden natuurlijk wel redelijk teruggedrongen de eerste helft. Dat willen we eigenlijk niet. We willen eigenlijk wel vooruit voetballen. En, maar ja, je hebt daar ook altijd met een tegenstander te maken. Ja, en we hadden natuurlijk best wel veel balbezit. Daar konden we af en toe prikken om eruit te komen. Maar over het algemeen, DVS had natuurlijk veel meer de bal. We hebben ook de betere kansen gehad. Uiteindelijk blijft het 0-0. Schieten wij een bal erin die er misschien normaal gesproken niet in gaat. Een dwarrelbal. Wel een goede goal. En zit je al in de zetel. Hè? Maar als je hem afpelt in de eerste helft, waren twee momenten die er ook maar zo in hadden kunnen gaan. En dan speel je een hele andere wedstrijd. Ja. Inderdaad, hoe zie jij dat, Jaap? Ja, helemaal mee eens. De eerste minuten waren hun nog best wel aanvallend, zeg maar. Hadden een beetje moeite mee. Daarna vond ik dat wij toch beter waren. Inderdaad, een paar kansen hadden. En zondags goal, zeg maar, zie je bij onze kopjes hangen. En toen waren we het even kwijt. En dan mis ik de scherpte voor het doel. Want ja, je creëert eigenlijk heel erg weinig over de hele wedstrijd gezien. Behalve het laatste kwartier misschien. Ja, nee, dat is vandaag zeker. Er waren momenten in de eerste helft dat we goed doorkwamen over links. En die ballen die kwamen er mooi voor. En dan zie je niet, ik weet niet, de spitsen, dat ze dan niet de goede keuzes maken. Of de middenvelders die net niet bijsluiten. Ja, daar moeten we echt...
ja, iets meer doen. Zeker vandaag. Ja, heeft dat met vertrouwen te maken? Dat denk ik ook. Het gebrek daaraan? Ja, zeker. Ja. Het is al een paar weken dat het een beetje niet helemaal loopt. Weinig goals maken. En ja, de spitsen die, zie je daar toch moeite mee hebben. Weet je waar je volgend seizoen aan moet werken, Peter? Ja. Nou ja, andere situatie. Dus nieuw seizoen, nieuwe mogelijkheden. Andere trainen, andere spelers. Dus niet vergelijkbaar. Nee, niet vergelijkbaar. Maar toch, ja, Excelsior 31 is aan een mooie reeks bezig, Peter. Ja, we hebben wel gezegd maandag, wat gaan we nog doen dit seizoen? We winnen eigenlijk alle wedstrijden tegen alle ploegen die onder ons staan. Als je terugkijkt, scoren ook veel tegen. Alleen wat zaak dat we ook dit soort wedstrijden gaan winnen. Want ik vind natuurlijk DVS wel een hele goede ploeg hebben. Maar dit seizoen hebben we daar niet van kunnen winnen. Ook niet van Harkema, maar ook niet van Hoek, ook niet van Sparta Nijkerk. En dat zijn wel allemaal ploegen waar we, als we wat willen, ja, die stap moeten, zouden we eigenlijk nog moeten maken. En nou, dat brengt ook met name mee dat we ontzettend blij zijn dat we deze wedstrijd gewonnen hebben. Dat we ook tegen dit soort ploegen resultaten neer kunnen zetten. En tuurlijk, de eerste helft, wat ik al zei, toch wat kansen weggegeven. Ja, schiet ze daar een van in, krijg een heel andere wedstrijd. Maar ook dat is voetbal. En de tweede helft ook een paar hagelijke momenten. Moet onze keeper nog twee keer goed optreden. Hetzelfde wordt het 2-1 en moet je nog een kwartier spelen. En wordt het ook weer een heel andere wedstrijd. 3-0, hartstikke mooi. Maar ik denk wel iets te veel gehad. Iets geflatteerd inderdaad, maar je mag je keeper inderdaad wel dankbaar zijn. Een paar mooie reacties. Ja. Uiteindelijk wel, ja, wat momenten dat hij moest handelen, dus nou ja, daar staat hij ook voor. Ja, zo is dat. Deze samenvatting wordt mogelijk gemaakt door AGO Financieel en Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzak van Nederland, VDB Recreatie Avontuurlijk Ontspannen, de Business Club van DVS 33 Ermelo en de Club van 100.